Gefeliciteerd met je debuut. Meteen man of the match, heb ik begrepen. Oh, is dat zo? Ja. Oh, nou, vind ik niet terecht, denk ik. Maar nee, we hebben goed gespeeld. Twee keer meegetraind, beginnen met een overwinning. Kun je tevreden zijn, denk ik. Ja, wat moet er nog beter om dan terecht man of the match te zijn? Nee, ik denk dat ik nog veel meer kan brengen, vooral vooruit. Maar op een gegeven moment, vooral de tweede helft, merkte ik gewoon dat mijn energie wel aardig weg was. En daarom ook die wissel. Vanaf minuut 60 ongeveer zag ik je een beetje... Toen begon het aardig leeg te lopen. Ja, nou, je hebt ook pas twee trainingen meegedaan, maar tot nu toe, bevalt het? Bevalt heel goed. Ik ken er natuurlijk al veel jongens. Van tevoren natuurlijk ook gesproken, vooral met Justin. Is een hele goede vriend van me. En gelijk goed opgevangen. Natuurlijk in een lastige situatie waar we in zaten. Ik denk dat we nu een goede stap hebben gezet om een goede race neer te zetten. Was je een beetje nerveus? Misschien wel verrast dat het eigenlijk best wel goed liep? Nee, ik was niet verrast. Want als je kijkt naar onze selectie, dan zit er zoveel voetballend vermogen erin. Dus ik was zeker niet verrast. En naar je eigen presteren? Ik ben tevreden, vooral voor een eerste wedstrijd. En tevreden. Wat kun je nog allemaal toevoegen aan FC Utrecht dit seizoen, denk je? Ik hoop gewoon heel stabiel te spelen, vooral verdedigend. En dan aanvallend ook mijn ding te doen.